Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een video van Love to be Mama, waarin ik je tips geef hoe je op een gezonde manier met je hele gezin kan leven. Je wilt als moeder zijnde het beste voor je kind. Dat willen we allemaal. Maar ja, snoep komt af en toe wel eens voorbij, bij onze kinderen. Hoe gaan we hiermee om? En wat zijn gezonde alternatieven voor je kind om toch lekker te kunnen snoepen? Misschien vind je kleintje snoepen al heel normaal. En weet hij al precies in welk kastje het lekkere snoepgoed ligt? Of misschien kent je kind snoep niet echt en is hij er niet eens zo van bewust? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want een kind vindt het toch altijd heerlijk om wat te kunnen snoepen. Wat ze snoepen maakt ze zelf eigenlijk niet zoveel uit, als het maar lekker is en zoet. Of het nu spekjes zijn of rozijntjes. Als ouders zijnde zijn wij nu natuurlijk nog verantwoordelijk voor wat er in die kleine schattige mondjes verdwijnt. Onze kinderen vertrouwen daarin volledig op ons. Vind je het daarom dan ook niet belangrijk om die verantwoording serieus te nemen? Besef ook, alles wat je ze aanleert en wat een slechte gewoonte is, moeten ze uiteindelijk ook weer een keer afleren. En hoe langer ze een gewoonte hebben, hoe moeilijker het voor ze wordt om het weer af te leren. Ik zeg altijd maar zo, wat ze niet weten, missen ze ook niet. Natuurlijk komen buitenshuis ook wel eens ongezonde dingen voorbij. Denk aan school, tractaties, kinderfeestjes, bij opa en oma of de buurvrouw die een lekker koekje aan ze geeft. Ik kan me zo voorstellen dat je als healthfreak mama dit soort snoeperijen wilt voorkomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best vervelend is om iedere keer te moeten zeggen dat je kleintje het niet mag aannemen. Sterker nog, als je kleintje iedere keer te horen krijgt dat hij iets niet mag, wat creëer je dan bij hem? Juist! Dat ze dus op latere leeftijd toch eens erg benieuwd worden naar wat dat verboden voedsel nou precies is. Het punt is wat ik wil aangeven, is dat als je kind niet beter weet dat thuis niet een hele grote snoeppot in de kast staat, er ook niet om zal vragen of ook niet om zal zeuren. Sterker nog, zal het niet eens eens missen, want hij weet niet beter. Persoonlijk ben ik geen moeder die de hele dag loopt te roepen dat hij geen snoep mag aannemen. Ik let er wel op hoeveel hij er van binnen krijgt. 1, hooguit 2. Maar meer dan 2, dan zeg ik er wel wat van, dat het genoeg is wat hij heeft gehad. En thuis compenseer ik het weer met gezonder snoepgoed. Zo hou ik de balans goed tussen het ongezonde snoep en het gezondere snoepen. Maar wat kan ik mijn kind nou thuis als verantwoordelijk snoepje geven? Ik heb hier een paar snoepideetjes voor je op een rijtje gezet, wat ik persoonlijk zelf Luan, mijn zoontje van 2, geef als hij thuis een lekker snoepmomentje wilt. Lekkere rozijntjes in een schaaltje. Of gewoon wat lekkere nootjes, vindt hij ook heel lekker. En wat dacht je van bananenchips? Daar smult hij van. Zin in wat hartigs? Deze stokjes is hij ook gek op. Pas er alleen wel mee op als je een kindje hebt van nog geen 1 jaar, dat je even het zout eraf knabbelt. En wat dacht je van appeltjes met een beetje kaneelpoeder erover? Heerlijk! En dit is ook echt smullen. Is gewoon een banaan met een klein beetje cacaopoeder en dan even mengen met de mixer. Super lekker, zelfs ik vind het lekker. En wat dacht je van een simpel waterijsje? Luan vindt ze heerlijk. Amper geen calorieën, maar hij heeft toch even lekker wat zoets om te snoepen. Kortom, zorg voor een goede snoepbalans in huis. Ik weet zeker dat we allemaal het beste voor te hebben met onze schattenboutjes. Want zijn ze niet om op te vreten? Heb jij nog een goed verantwoordelijk snoepideetje? Laat het me weten onder in de reacties. Bedankt voor het kijken, duimpje omhoog als je een leuke video vindt. En abonneer even op dit YouTube kanaal, zo mis je nooit geen video. Tot de volgende keer, doei!